Dus. Nostradamus! Nostradamus zie ik hier staan. Ja, en dan ook nog goed voorspellen! NAC Willem II, jongens. Derby. Guzebjuk, die gaat die wedstrijd fluiten om 11:45. Nou, wat een tijdstip, hè? Ja, ja. Volgens mij gaat dan om 11:15 of zo het stadion open, weet je wel. Ik heb zondagochtend altijd afgeschaft. Laten ze eerst de biertjes maar klaar zetten dan. Dat betekent voor de jongens die in het stadion altijd de spandoeken ophangen, et cetera. Ja. Die moeten dan om 8:00 al de doekjes gaan hangen, want dat is dan een beetje de regel. Mm-hmm. Dus het wordt een lang weekend voor de jongens. Om 8:00 gaat er ook een kroeg in de Vismarktstraat open. Toevallig mijn stamkroeg de Catch. Gezellig. Ja. En bij Dok 19 op de haven wordt ook iets gezelligs ontbeten. Ja. Om in ieder geval 9:30 of zo. Dus vanaf 8:00 kun je in de binnenstad al gelijk aan de slag. Om 14:45 is volgens mij de wedstrijd al afgelopen. Dus je kan nog wat doen met je dag. Dat is wel opvallend, hè? Voordat we dat heel snel doen, die uitslagen. Nog heel snel even de reacties van Koster en van Sol had je nog meegenomen in dit verhaal. Ja, Sol was wel aardig aan het bezig, hè? Laten we die ratten eens pakken. Leuke ondertoon in. Pakken heeft hij zich allemaal in laten praten natuurlijk, want hij heeft helemaal geen zak met... Ja, nou, laat maar. Was al met of zonder feestneus. Ze zijn daar een beetje de mes afslijf ook aan Tilburgse kant. Dus bij hun wordt ook ingepeperd van dit is het de wedstrijd van het jaar. Dit en dat, maar ik denk dat ze daar geen van allen weten hoe ze dat moeten vertalen in voetbal, want ze gaan gewoon proberen te voetballen en NAC gaat proberen te knokken, want NAC kan niet voetballen, zoals we al zeiden. Ik hoop dat ze die Crowley en die Sol, Crowley is een beetje de nummer 10 daar, hè. Dat is een vlotte spelverdeler die aardig in vorm is de laatste tijd en een beetje... Ja, ik wil niet zeggen de stille kracht, maar die hoor je niet zo vaak, maar die verdeelt wel, dat is een beetje de Manu Kassia van Willem II op dit moment. Die moeten ze gewoon de eerste minuut gewoon een flinke rotschop, een paar, dat hij gewoon eventjes zijn eigen koest houdt of misschien liefst gewoon eruit gaat en Sol ook niet meer kan bedienen, et cetera. Ik denk dat het de enige manier is om, om dit Willem II iets schade toe te kunnen brengen. Wie ook niet mee is Usbilic. Dat is ook een goeie. Usbilic. Een goeie spulletje. Die was nog geschorst, hè? Ja, zoiets. Ja. Die had nog de tweede wedstrijd van zijn rode kaart. Ja, dat was het, ja. Ja, klopt, ja. Dus ze zijn niet helemaal voltallig. Ik doe me af en toe wel eens voorbereiden, zie je wel. Ja. Heel af en toe. Meestal komt dat van jullie vandaan, maar... ik denk, jij was zo laat vandaag, laat ik één ding voorbereiden. Ik heb je hier niet mee kunnen helpen. Nee, dat dacht ik al. Maar we zitten op een minuutje, dus het wordt tijd om de uitslagen alvast te voorspellen in de Nostradamus-competitie. Ik weet in ieder geval dat Robert Jan, die denkt dat het een gelijk spel wordt. Ik ga in ieder geval voor de situatie zoals ik altijd doe. 2-1 verlies voor NAC Breda. Hopelijk winnen ze dan eigenlijk eens wat puntjes. Ja, dus staat er wel met 6 punten bovenaan. Hè. Dus die tactiek die blijkt wel, die gaat zo'n ja, maar ik heb liever, kijk, dan win ik in ieder geval iets, maar ik heb liever dan NAC gewoon het tegendeel bewijst. Ja. Laat ik het dan zomaar zeggen. Ja. Ik denk dat Willem 2 duidelijk de betere is. Die hebben een beter team, maar ik laat NAC gewoon winnen met 2-1. 2-1. Oké, okay. 2-1 van NAC. Die noteren we. Robert-Jan had 1-1, hè? Dus die denkt dat we gelijk gaan spelen. Ik denk dat wij ook gelijk gaan spelen. Ik ga voor een 0-0. Heel groot. 0-0. Zo'n saaie zondagmiddag 0-0. Ik ga ook voor het scenario van Gert. Hoor. Die signed ons net in. Gert Huygens die zegt we gaan met 1-0 winnen. Doelpunt van Hoordonk, 89ste minuut. Zo, dat zou heel mooi zijn. Nou, daar gaan we dan maar vanuit. De uitzending van vandaag zit er in ieder geval op. Ik hoop jullie graag volgende week weer te zien hier bij NAC-Bad. Houdoe! Iedere week samengesteld en gepresenteerd door Marcel van S. en Leon Dekkers. Technische ondersteuning verzorgd door Robert-Jan van het Veld en Sander Waasdorp. NAC-Praat, jouw NAC-nieuws. Elke donderdag op Breda Nu.